Daar zijn we weer. En nee, het is vandaag inderdaad geen gameplay wat ik vandaag laat zien. Dit keer is het een glitch in Mario & Luigi Dream Team Bros. Het is nogal raar, want als je hier staat en je springt, dan gaat Mario in één keer in die boom. En dan, ik weet niet wat er gebeurt, maar ik ga in één keer heel hoog. En toen kun je een hele omweg nemen naar een of andere pad waar Mario alleen zit. En nou zit je er ook met Luigi. Mario is nu een beetje klein. En wat gebeurt er nou? Luigi, volg je niet meer. Ik vind het heel raar. Deze glitch is eigenlijk heel makkelijk. Wat je hier ziet. Ja, Luigi zit daar. Ik laat je nu iets heel raars zien. Wat er ook even mee te maken heeft. Wij gaan terug. Oké, eerst wakker stadgebied. En moet je eens kijken waar Luigi nu staat. Hier. Zie je hem? Dat is toch raar? Oké, en ik heb één ding uitgevonden en dat wil je echt niet weten. Dat is echt heel raar. Wacht even. Oh, wacht even. Dat kan ook wel. Hier. Oh nee, kan niet. Heb even geduld. Duurt wel even. En nou zit Luigi hier. Raar nu. Maar eerst wil ik jullie even een stukje laten zien van het sluimerslot. Ik ben inderdaad in het sluimerslot nu. En wij gaan op weg naar een stuk. Ja, dat ga ik inderdaad nog niet zeggen. En Luigi is hier. Wat raar. Oké, dit wou ik je laten zien. Dromenland. Wil je de gevechtsring betreden? Ja, zeg ik dan. Maar wat gebeurt er nou? De game crasht. Want Luigi is er niet. Ik vind het maar raar. Oké, en nog één klein dingetje. Als je Luigi terug wil, doe dan dit. Eerst gebeurt er iets heel geks. Kijk eens. Je ziet hier alleen Mario. Maar op de map zie je Mario en Luigi. What the fuck. En als je hier naartoe gaat, is Luigi weer terug. Lol. Oké, zou ik eens proberen op te slaan? Oh nee, wacht even. Kan niet. Weer terug naar een doodpark. We gaan die ene glitch nog een keer doen. En ik heb nog veel meer om te laten zien. Oké. Daar kom je zo wel achter. Ja, oké. Wat ik nou dus wou zeggen... is een probleem. Als je hier op dit moment opslaat, moet je eens kijken wat er gaat gebeuren. Opslaan. Oh. Wat? Ik dacht, de game crasht. Maar dat was niet zo. Laten we dan naar een ander gebied gaan. Eens kijken of die het dan nog steeds doet. Huh? Gek. Ik dacht als je dus... Hoe zeg je dat? Als je opslaat, dan crasht de game. Maar dat was dus blijkbaar niet zo. Nu dan. Wat?
Ach, laat ook maar. Dat was allemaal bullshit wat ik zei. Nou, oké, terug naar het sluimerslot. En daar heb ik jullie ook nog in. Daar wil ik jullie ook nog iets laten zien. Oké, wat ik dus ook wil laten zien is... Je kan gewoon praten met iemand. Zie je? Oké, ik weet het, het is echt heel raar. Maar dit... Willen jullie blijven? Nou oké, dat is al raar. Want alleen Mario is er. Oké, ik laat jullie nu zien wat er gaat gebeuren. En in één keer is Luigi weer terug. Maar wat gebeurt er nu? De game crasht weer. En Luigi zit nog steeds hier. Ik vind het maar raar. Jij niet? Oké, eens even kijken hoe we dat nu gaan doen. Eens even kijken of ik nog zoiets weet. Ah, uiteindelijk weet ik niks meer. Oh ja, trouwens, in ieder geval... er is echt nog één ding wat je net deed tegen een vijand aanlopen. Dat was niet zo slim. Dan moet je beter dit doen. Kijk, en dan doet hij het wel. Maar dan is alleen Mario er. Luigi is er nou helemaal niet. Ik vind het maar raar. Jij niet? Ja, daar gaan we nu mee stoppen. Want ik heb gewoon genoeg aan deze video gewerkt. Ik moet trouwens zeggen... Deel 18 van mijn gameplay komt morgen. Die ga ik nu niet meer maken. Ik zie je later, kijkers. Yo!